waren we hier voor het laatst al. Veel skaten, mijn broer en Stefan. Dit was een hele goede oude vriend. En die heeft mij weer contact laatst. Oh! Mensen, welkom. Kijk. We zijn weer bij de skatebaan. Oh, doe een flip. Ja, ik kan niet opzetten. Het verhaal is, we waren hier 10, 15 jaar geleden, deden we hier, of hun, ja, nou, langer geleden hoor. Waren we hier voor het laatst al, veel skaten, mijn broer en Stefan. Dit was een hele goede oude vriend en die heeft mij weer contact laatst, want die zocht ook Axel en zo, om weer te skaten. En ja, daar staan ze. Hier begon het vroeger allemaal. Dit zag er toen heel anders uit. Hun hebben er toen de tijd eigenlijk voor gezorgd tot ze hier nu dit hebben staan, die en dit. Maar eigenlijk net toen het allemaal een beetje was, toen ja, gingen ze uit elkaar. Gewoon omstandigheden in het leven, je wordt ouder, andere dingen. En nu, 10, 15 jaar later, 12 jaar later, weet ik van noem het, zijn ze weer gewoon samen aan het skaten. Ik wilde mijn skateboard meenemen, maar daar zaten nog geen wielen onder. Jullie hebben het gezien tijdens de sneeuw. Die werd gebruikt als snowboard en dus geen skateboard. Maar misschien gaan ze nog wat leuks doen vandaag. Ik zal het gewoon filmen. Ik weet niet wat ik durf. Hoppa, je moet er wel eenmaal in komen hoor. Het is glad. Het is heel glad trouwens. We gaan het meemaken. Ik had er heel graag mijn ding mee willen nemen. Maar ja, zonder wieltjes kom je hier niet ver. Ja, we zaten net binnen toen het wat regende en toen we net weer herenigd waren. Allemaal oude foto's en video's te kijken van hoe ze het skaten en noem maar op. En zeg maar, als je dat terugkijkt, dan denk je altijd van, nou, sommige dingen vielen dan toch wel tegen hoe goed je dacht te zijn, om het zo te zeggen. Ik kon het sowieso nooit hoor. Maar hun dan. Dan denk je van, oh ja. Minimaal iets breken vandaag. Ja, ik moet het daar dus oppassen. Zo, glad jongen. Het is niet meer zo soepel allemaal ook als vroeger. Ja, vroeger die lange rail hier zo, die was. Ja, die lange rail blijft echt gewoon meesterlijk. Ja, als ze wat comfortabeler zijn, dan gaan jullie het wel zien. Oh, wicked ball! Oh, yo! Trucje, oh yo! En zoals ik al zei. Ik zelf heb nooit echt geskate. Ik deed meer altijd met de skateboard en ik was er gewoon bij. Ik was toen, weet ik veel, 10, 11, 12 jaar oud. Dus ik was nooit echt de grote skater. Maar... En dat is dus Axel en die andere Stefan. En daar hebben we weer nieuw contact mee gehad. Wat is er? Hoppa. Zet hem er maar eens op. Zo! Helemaal niet moeilijk. Nee, je hebt je al gekocht. Die is nog wel lastig. Deuren. Oh, oh. Door het hek heen, heel spectaculair. Kijk. Niks aan het handje. Axel, I demand dat je mijn skateboard weer voorziet van wieltjes. Backflip. Ja, backflip. Oké, wat gaat hij doen? Hoppa! Daar, kijk! Soepeltjes! Geen probleem! Ja hoor! Nu mis ik mijn skateboard wel ook. Ook al kan ik eigenlijk niks, ik zou daar niet vanaf gaan. Dat sowieso niet, maar hier een beetje kloten en die dingen. Hop. Oh! Zo, overspeed zelfs. Zou je dat durven slijden? Gaat dat grinden? Oeh, dat is een challenge.
gaan kijken. Dat is wel weer een nieuwe uitdaging gelijk. Ja, dan was ze inderdaad bijna op je bek glijden. En dat hele gevoel moet weer helemaal terugkomen. Hoppa. Ja, dat gaat wel weer soepel allemaal gewoon. Oh, de wax is erbij gekomen. Hoe gaat dit doen? Hij zit zich te visualiseren hoe het moet. Opperste concentratie. Shit, te hard. Te hard. Er bestaat niet iets als te hard. Zelfvertrouwen terugkrijgen. Daar gaat de camera vanzelf bijna. Als daar ik weer wat meer doen, gaan jullie het zien. Een beetje het zelfvertrouwen weer terugwinnen. Hey! Kutzooi! Hij staat er niet op! Nee! Nee, hij staat er niet op. Ja, hier ook. Slijt op je bek. Oh, hij staat er niet op. Net te laat. Vroeger kon je bijna de hele dag wel gewoon door, maar nu... Holy shit! What the fuck, gast? Nou, op zijn skate. Oh, gleed niet helemaal. Hoe lang was het ook weer geleden tot je die skates aan hebt gehad? Ik heb vorig jaar. Maar... Oh. Ja, en Stefan? Hoe lang is dat geleden voor jou? 15 jaar geleden, 14 jaar? Ja. Laten we het houden, 13 jaar geleden zeker wel. Oeh. Oeh. Ja, ik heb een paar schijfjes. Hij heeft die woordjes neergezet, maar hij is een fucking lekker, jongen. Blijf ervan snoepen. Jongen met step. Hoppa. Dat zie je nu heel veel, mensen met step. Ga ik grinden? Oh, man, Eddie. Komt ie. Wow. Dat is ook weer even weer anders, hoor. Dat kan beter. Ja, kan beter. Nog een keer, Axel. Ja. Nog een keer. Nee, ik hoop dat je het weer leert. Oh. Hij kan goed rennen nog. Hoi. Hij mist een been, jongens. Even snuffel, snuffel. Oh. Hey. Hondje. Hey. Oh, hij is nog helemaal vrolijk. Oh. Ja, mis je een been, jongen? Ja, hoe kan dat nou? Oh. Ja, hoi. Komt ie. Oké, daar komt ie. Van achter. Oeh. Even eng, achteruit. Oké. Oh, 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 oh. Eerst even een keer oefenen vanaf die kant zelf. Eerst een keer oefenen. Jezus. En anders zet je helmpje op voor de zekerheid. Eerst een keer oefenen weer. Hij heeft altijd zijn duim. Oh! Woehoe. Nou, Axel heeft een beetje last van zijn duim. Dat is een beetje een terugkomend dingetje bij hem, zijn duim. Vroeger met honkbal al. En nu ook een keer met skaten, als hij dan iets valt. Of precies altijd diezelfde duim. Dat zul je altijd zien. Dat is gewoon een soort triggerpoint. En nu net, toen hij daar onderheen ging, toen bleef zijn duim hangen. Dus, maar gewoon een beetje rustig doorgaan. Maar moet je nagaan. Het is voor hun gewoon, weet ik veel,
Axel heeft het dan nog wel af en toe gedaan. Als Stefan echt al 13 jaar gewoon niet. En hij doet nu gewoon weer een beetje dezelfde trucjes. Niet helemaal net zo clean of wat dan ook als vroeger. Moet je nagaan. Ik was toen een jongetje van 10, 11, 12 die tijd gewoon. Misschien nog wel iets jonger ook in het begin. Ja, bizar. En nu zijn ze er gewoon weer. En dat park, dit. Vroeger zag dat er anders uit. Toen de tijd hebben zij heel erg bij de gemeente geklaagd. Tot ze iets anders wilden. En daar is dit van gekomen. Dus hun zijn eigenlijk een soort van de bedenkers van dit park. En hebben dit hier neergezet. Omdat dat andere vaak gewoon stuk was en zo. Dus daar gaan ze weer. Hoppa. Net als vroeger. Woep. Oeh, hij gaat hoog. Hij gaat hoog, een bergie. Nou, ik hoop dat daar wat van te maken was van die beelden. Het was nog allemaal roestig. Maar ja, wat verwacht je na zo'n lange tijd? Ik ben wel weer blij, het is wel gewoon leuk. Ik moet wel fixen dat die wieltjes onder mijn skateboard komen. Ik ben niet goed, ik kan niet veel tricks, nooit gekund, maar een beetje meedoen, dat kan nooit kwaad, een beetje weer dingen proberen. Dus, wordt vervolg mensen. Nu moet ik nog even zien te verzinnen wat ik wil eten. Mijn pa die eet denk ik niet thuis. Gisteren hebben we pizza gegeten. Wat wil ik avond eten? Ik weet het niet. Er is eigenlijk helemaal niks in huis wat ik echt kan maken, nee. Ik weet het niet, misschien gewoon even iets bezorgen. Maar wat, dat gaan we nog even zien. Leuke dag gehad. En we hebben geluk gehad dat de zon weer even ging schijnen. Want er was heel veel regen. Ja, dan ga je niet echt lekker skaten. Dan is het glad en zo. Maar het is weer... We zijn uiteindelijk met een zonnestraaltje kunnen eindigen. Daar ben ik blij mee. Oh. Nou, ik heb eigenlijk na het skaten niet heel veel meer gefilmd. Het is ook alweer de dag daarna. Zondag dus. Morgen weer een dagje werken. Gisteren wel echt gewoon leuk gehad. Als je iemand na 13 jaar ongeveer weer in één keer ontmoet... Veel dingen gebeurt in het leven natuurlijk van allemaal de kanten. Dus ja, dan kan je daar weer lekker over praten. Ja, je oude hobby eigenlijk weer oppakken. Het skaten, het skateboarden, weet ik veel wat je doet. Ja, dat is leuk. Die dingen horen erbij. En ja, blijkt dat het gebeurd is. En ik denk dat we vaker met z'n allen of met een paar, weet ik veel wat. In ieder geval met de drieën denk ik wel vaker ergens heen gaan. Andere skateparkjes, maar dit was even het skatepark vlak bij ons in de buurt. En ja, daar kunnen we dan de oude herinneringen weer ophalen. Dus dat. Dus ik hoop het ook wel vaker te kunnen filmen. Misschien met de GoPro erbij. Die heeft Rick nu nog. Die gebruikt hij ook veel voor zijn video's. Dus check ze vooral. De link staat hieronder in de beschrijving. En ja, laten we gaan slapen. Morgen weer een nieuwe dag.